Hallo Stier, leuk dat je kijkt naar deze Astro Tarot voorspelling voor april 2016. Vorige maand heb ik voor alle sterrenbeelden een algemene voorspelling gedaan. En voor maart was dat. En daarin heb ik gevraagd om daar reacties op te geven. En heb ik ook gekregen. En aan de hand daarvan heb ik geprobeerd om nou weer een nieuwe vorm van filmpjes te maken. Waarbij iedereen zich in kan vinden. Dus ik heb wat gedaan met alle reacties die ik daarop heb gekregen. Nou, wat houdt dat in? Dat ik in ieder geval weer voor ieder sterrenbeeld apart een voorspelling ga doen. Weer met de Rider-Waite tarotkaarten. En wat ga ik dan doen? Ik ga drie kaarten dan voor jou speciaal als stier trekken in dit geval. Waarbij de eerste kaart iets over de algemene voorspelling zegt van deze maand voor jou. En de tweede zal iets zeggen over de relatie en jouw werk. Relatie en liefde. En de derde kaart zegt iets over jouw werk en jouw carrière. Dus die drie kaarten ga ik voor jou trekken. En die zeggen daar dan voor de maand april iets over. Nou, de eerste kaart die ik voor jou heb geschud en getrokken is de ster. Wat aangeeft dat je wel een hele positieve, mooie maand april mag verwachten. Daarbij mag je dus ook echt zelf hoop en vertrouwen hebben voor de toekomst. Wel wordt er van jou gevraagd om je kwetsbaar op te stellen, dus om jezelf te laten zien. Of het nou gaat om liefde, vriendschap, werk of andere zaken. Het is wel belangrijk dat je jezelf laat zien voor wie je werkelijk bent. En dat helpt jou namelijk om goed in je vel te zitten en ook volledig in balans te komen. Want houd je een bepaalde masker voor of speel je een bepaalde rol of laat je niet volledig zien wat je in je mars hebt, ja, dan werkt dat tegen en kun je ook niet volledig tot bloei komen. Ook is het belangrijk dat je eens een keer neemt en niet alleen maar geeft. Hè. Je hebt heel erg de neiging om voor iedereen klaar te staan, dingen voor anderen te doen. Maar ben ook in staat om dingen te ontvangen, om hulp aan te nemen, om een compliment aan te nemen. Want ook dat is blijkbaar voor jou belangrijk in deze maand april. Nou, de volgende kaart gaat dus over de liefde en je relatie als je die hebt. En dat is de pentagram, een aas. En een aas, heb ik al eens eerder gezegd in een van deze filmpjes, van dat geeft een nieuw begin aan. En dit zit dus blijkbaar in de liefde nou deze maand april 2016 voor jou als stier. En ja, er wordt je iets aangereikt, er wordt je iets aangeboden, een nieuwe kans, een nieuwe mogelijkheid. Ben je dus nog single, dan kan het zomaar zijn dat je een nieuwe ontmoeting hebt, dat je iemand tegenkomt waarbij er potentie in zit, zodat er iets uit kan voortkomen, iets serieus. Dat het ook iemand is waar je op kunt bouwen en die je kunt vertrouwen. Heb je al een relatie, dan wil het zeggen dat je een nieuwe mogelijkheid krijgt om misschien anders met dingen om te gaan. Of om op een andere manier met elkaar om te gaan. Dus er zit een nieuwe kans in, een nieuwe mogelijkheid. En misschien oude patronen van omgaan met elkaar kunnen. Ja, en er kan een beginnetje in april in gemaakt worden om daar op een andere manier dus samen mee aan de slag te gaan. Het is in ieder geval een kans en het is altijd aan jou of je dat aanneemt, of je daar gebruik van maakt, of je daar natuurlijk iets mee gaat doen. Maar als je het wil, dan kun je door het deurtje hier heen stappen en zeggen van ja, ik ga voor een nieuwe manier van doen of ik laat een nieuwe persoon toe in mijn leven als je nog single bent. Nou, de laatste kaart gaat over werk en relatie en dat is de page of schildknaap van staven. En deze is vooral een verkenner. Een verkenner in de zin van, nou ja, je gaat misschien in april op zoek naar in je werk van, ja, goh, het verkennen van, wat vind ik leuk? Is dit wat ik wil? Is dit waar ik gepassioneerd door raak? Is dit iets waar ik blij van word? Dat vraagt deze kaart jou namelijk. Ben je een solliciteer of ben je op zoek naar een andere baan? Ja, dan krijg je misschien een kans aangeboden of een mogelijkheid. Maar dan is het dus heel erg belangrijk dat je ook echt onderzoekt van, ja, is dit iets wat ik leuk vind? Is dit iets waar ik enthousiast van kan worden? Want je kunt een baan krijgen en denken, nou ja, ik ga voor zekerheid en dat is het dan. Maar het is ook belangrijk dat je ontdekt of dit iets voor je is, of dit bij jou past.
daar gaat het over deze maand. En ja, daar komt ook weer die ster van toen net bij kijken. Van, ja, geef jezelf bloot. Ben eerlijk naar jezelf. Kijk open naar je gevoelens en naar je gedachten. Van, ja, ben ik op de goede weg? Ben ik goed bezig? Inspireert mij dit? En kom je erachter dat het toch niet helemaal is waar jij achter staat, of het nou je studie of je baan is, ga dan eens kijken, verkennen wat eventueel wel bij jou zou passen. Misschien is een mogelijkheid tot een andere studie een optie, misschien toch solliciteren voor een andere baan. Ga op onderzoek uit en kijk wat je daarin eventueel nog in jouw werk- of studieleven kunt verbeteren. Nou, dat waren voor jou de tendensen, de ontwikkelingen die jij als stier in april mag verwachten. Wil je nou graag meer informatie of boeken van mij bestellen of een cursus volgen in mijn praktijk te Liemden? Nou, dan verwijs ik je graag naar onderstaande gegevens. Daarin vind je alles terug over wat ik doe, dus de astrologie, tarot en de numerologie. Vind je deze filmpjes leuk, deze nieuwe versie? Dan hoor ik dat natuurlijk ook graag. Ik zou het ook heel leuk vinden als je je abonneert op mijn kanaal of op mijn Facebookpagina. Dan weet ik dat deze filmpjes gewaardeerd worden en dat je er iets aan hebt gehad. Nou, dan bedank ik je heel erg voor het kijken. Ik wens je natuurlijk een super maand april toe, met hopelijk heel veel nieuwe inzichten. En dan zie ik je graag de volgende maand mei weer terug. Bedankt en tot ziens. Doei!